Veenendaal, Veenendaal. De 23e editie alweer van de op één na grootste klassieker van Nederland. Mooie winnaars ook. Joop Zoetemelk, André Schmiel en twee keer Steven de Jong. De koers brengt de renners in 208,5 kilometer over onder andere de postbank bij Roosendaal. Langs Arnhem door Wageningen via het militaire ereveld Greppenberg weer terug naar Veenendaal. Mooi landschap, bijzonder en met prima fietsweer een fraai decor. Het is toch van oudsher een van de grootste klassiekers van Nederland. En de 3 minuten. Ja, het is toch een van de weinig klassiekers en dat maakt het wel bijzonder. En het is ook een mooi parcours. Ik heb twee belangrijke gasten hier. Het is wel altijd de laatste jaren veel voor sprinters geweest. En wij hopen er ook een koers van te maken. Dus, ja, ik heb er op zich wel weer zin in. Ik heb daar meer dan een maand thuis gezeten. Dus, even afwachten tot tijd de eerste wedstrijd. Maar ik heb op zich wel weer zin in. Ja. Goed getraind. Dus. Hele koers een beetje. Nee, de eerste keer hier dus. Ik ken het gebied wel een beetje natuurlijk, een beetje bebost. Best nog wat heuveltjes, maar ja, het zijn niet echte bergen hier. Dus vlakke koers eigenlijk. Naast Leuwik en Mollema starten voor Rabobank ook Brown, de sprinter dus. Lezer, De Groot, Hemen, Martens en Joost Postuma. Ja, Joost, jij moet hier met een fijn gevoel staan na een mooie overwinning in Luxemburg. Ja, zeker. Het was natuurlijk van tevoren al de bedoeling dat we voor een goed klassement wilden gaan rijden. Maar een eindoverwinning is natuurlijk helemaal mooi meegenomen. En eigenlijk stond ik vandaag hier niet op de lijst, maar ik wil toch graag in Nederland gaan rijden. Dus het zal een hele mooie koers worden, denk ik. De koers eindigde in een massasprint. Gewonnen door Gerold Steiner, Robert Furster. Is goed, hè? Schön. Schön, ja. Holländisch, hè? Europese meester met voetbal ook, hè? We hebben zin. Graham Brown kwam niet in positie. Maar dat was misschien ook wel omdat hij met zijn gedachten down under is. After Sierra Electra, I go back to Australia and my wife is having a baby, so yeah. When is she expecting? The start of July, so exciting month ahead for out of cycling. Eigenlijk wilden we helemaal geen massasprint vandaag. Eigenlijk wilden we gewoon koers hebben ook gedaan in daar op de Veluwe bij de Polsbank, maar. Ja, het was niet lastig genoeg. Of uiteindelijk liep het toch samen. Hè? Jouw verhaal de laatste kilometer. Hoe komt het dat Brown niet in positie kwam om de sprint te maken? Ja, dat kon ik helaas ook niet meer zien. Ik probeerde nog de groep terug te halen. En ik was eigenlijk daarvoor al helemaal op. Want ik zat in de heuvelzone in de kopgroep. En heb vandaag alles geprobeerd om steeds mee te zitten. En ja, op een gegeven moment is er gewoon geen kracht meer in de benen. Zo zit de 23e Dutch Foot Valley Classic er weer op. De Ster Electro komt eraan, maar ook Le Grand de Boucle. En het oranje gevoel is niet uit de Nederlandse harten te krijgen. Dus misschien wel een Nederlandse toerwinnaar? Ik denk dat we daar voor de toekomst behoorlijk verzekerd zijn voor podiumplaatsen. Maar een toer winnen, dat is wel wat hoor. Ja, u weet het. Ik kon hem nog op de laatste dag.